En nu eerst, drag racen. Dat is met een auto of motor zo snel mogelijk over een korte rechte baan scheuren. Nou, dit weekend zijn in Drachten de enige echte drag races van Nederland gehouden. En de 9-jarige Anouk deed daar ook aan mee als een van de weinige kinderen op haar eigen motor. Ronkende motoren en blinkende uitlaten. Iedereen hier op het vliegveld van Drachten houdt ervan. Het hele weekend zijn hier drag races. Met een auto of motor zo hard mogelijk over deze baan scheuren. Aan dit evenement doen ook kinderen mee. De 9-jarige Anouk is een van de jongste. Toen ik 11 maanden was, ging ik al met mijn ouders mee naar Drachten. Als baby was ze er dus al bij. Dit weekend doet ze mee aan ongeveer 10 races op haar eigen motor. Dit is een wheeliebar, zodat ik geen wheelies kan maken. En wheelies zijn dat je een stukje op je achterwiel rijdt. Heb je het wel eens meegemaakt? Ja, ik had eigenlijk niks door en mijn moeder zei toen: je hebt een wheelie gemaakt, zo stuk! En ik had echt niks door. In Nederland zijn er maar heel weinig kinderen die aan deze sport doen. Ik liet een keer een foto in de klas zien en dan vroegen ze echt allemaal: ben jij dat? Ben jij dat? En toen zei ik ja. En dat vond ik eigenlijk best wel cool. Om mee te mogen doen aan een drag race moet je tenminste 8 jaar zijn en een licentie hebben. Dat is een bewijs waarmee je laat zien dat je raceervaring hebt. En ook al staan er weinig kinderen op de startbaan, langs de kant is dat wel anders. Ik ben echt een autoliefhebber, dus het leek mij cool om hierheen te gaan. Ik vind het wel leuk op zich, gewoon dat ze racen. En de auto's vind ik ook wel mooi. Bij de start is dit verkeerslicht belangrijk. Die noem je de boom en je ziet erop wanneer je mag vertrekken. En ondertussen kijken er dus veel mensen naar je. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik ben alleen bezig met de boom en met mezelf. Want als je naar het publiek kijkt, word je alleen maar zenuwachtig. En dan, spannend, de uitslag checken op het scorebord. Je zit 13-1. Wauw. Supergoed. Die is goed. Ja, in de pocket.